Hallo mensen, leuk dat jullie kijken, naar de Tigo en Thomas Games. Vandaag spelen we Hotel Remorse. Ja, volgens mij die, ja. Ja. Ja, volgens mij wel. Ik hoop dat het een leuke horror game is, hè. Schoten in een hotel, een leuke vakantie. Ja. Mijn vakantie. Misschien heeft hij de game nu geladen. En waarschijnlijk moeten we nu beginnen. Saaie kamer zeg, dus weet toch ook niet. Ja, maar ik denk, ja, je kan niet op het bed. Normaal zou ik op het bed willen springen dan altijd even. Maar ja. Dat mag niet. Oh. Oh, Helen is zwanger. Oh nee. Oh, ze hebben dit niet gepland. Oké. Oké, maar er komt toch een baby. Oké, zitten hier misschien niet juwelen in en dan smeren of zo. Vol op ze van. Juwelen, doei! Nee, zijn het daar gewoon die zwangere vrouw zo. Ja, echt? Hallo! Hallo! Shut me. Up! Kunnen we rennen? Nee, we hebben een conditie van niks. We zijn zo snel als met de zakken. Moet je opletten. Met een beenblessure. Ja, ik vind die het heen en weer bewegen wel aardig goed gedaan. Ja. Dat zijn wel graphics to the end. We zijn een dronken op af. Wel leuk om naar te kijken ook. Gaan we nog wel de goede kant op? Weet ik niet. Ja, we gaan naar die lampen toe, want volgens mij was het nog niet toen we wegliepen. Ik vind die lampen trouwens niet zo mooi. Nee, maar het ligt wel weer een blad. Ja, dan is het nog een keer zwanger. Mooie lampen. Dead lamp. Ik vind hem echt. Waar komt dat knipperlicht vandaan dan? Gewoon van de muur. Van het dak gewoon. Ja, dat zijn... Oh ja, dat komt erachter vandaan. Maar ja, als je hier kijkt... Oh, dat is... How did this happens? Ja, zonder condoom. Ja. Oh, maar ze is weg. Oh, nee. Oh, ze is weg. Oh, kut. Ze is weg. Echt heel kut, hoor. Het lampje is kapot. Het lamp. Ik vond het al goedkoop. Het is precies dezelfde kamer als die van ons. Nee, niet, want deze is weg. Het kastje is weg. Ja, ze is dan weg. Dan zat ze wel in dat kastje. Ja, jawel. Kijk, ik word al wel zingen. Hello. Een lege blad. To the max. Een little blad. Kom, ga. De vorige keer, ja, nee. Nee. Waarschijnlijk staat er aan de andere kant van dit ding. Kom, we gaan onze onderbroek even aan doen. Waarschijnlijk zijn we dat vergeten. We zijn ineens door. Ineens zijn we door de. We zijn ik volg uit, dat rook gewoon. We zijn niet uit de kast gekomen, door de kast gekomen. Zijn we niet dood? Nee. Het ziet er niet echt uit. We leven nog. Het ziet er niet echt uit als de hemel. Nou, misschien is het, ja, de poorten zijn niet open gegaan, nee. Het ziet er ook gewoon niet uit. Het ziet er eerder uit als de hel. Ja, zo zwart als me kan. Wow. Nog een blaadje. Ik heb niemand. Ik ben hier alleen in deze donkerheid of zoiets. Oké, Helen, where are you? Shut up! Ik ben... Daar is ze dus. Ze heeft het licht weer voor ons aangezet. Wat een aardige vrouw. Nee, ik vind haar snel een teringwijf. Hebben we weer te veel whisky op of zo? Ja. Links of rechts? Ja. Is er niemand achter ons? Slash gewoon rustig blijven staan. Nee, we gaan lopen. Oké, goed, we moesten blijven staan. Oké. En nu. Het kastje is terug. Oh. Ben je daar? Hello. It's me. Het is wel echt een mannenstem. Nee, ik kom hierbij.
Het is gewoon precies hetzelfde. Nou, is ze alweer zwanger? Ja, ze is alweer zwanger. Ze gaat veel te vaak naar bed. Met iemand. Met iemand? Betrek je meneer Mandje hier nou bij? Sorry. Triest. Het is echt een kutgrap van me. Ik vind het echt. Dat lampje knippert. Alweer. Volgens mij zijn we gewoon weer bij het begin begonnen, maar goed. Ja, volgens mij was het gewoon een nachtmerrie. Is het een nachtmerrie over een nachtmerrie en dan in één keer word je wakker, weer een nachtmerrie en is weer een nachtmerrie. Volgens mij is het hele leven een nachtmerrie. Oh! Die zich herhaalt en herhaalt. We dissen en what the fuck? Ineens komt. Kwam die lamp nou ineens? Oh, wat ben ik nu bang. Oh, nu moeten we daarheen zeker. Oh nee, nu gaat de deur toch niet dicht. Oh, hij ging dicht. Oh, een ribkastje weer. Weer een leeg. En dan zie weer een ribkastje. Oh, wat? We kunnen weer niet crouchen. Hebben we hier niet wat aan? Nee, nergens wat aan. We hebben onszelf. Als het weer gebeurt, man. Bedrook. Surprise, surprise. Dit was niet de vorige keer. Jawel, maar toen stond het geluid niet zo hard. Jij werd er ook geld toen? Ja, maar dat kon je niet horen. Alan, where are you? Kom, we gaan voor het blad voor ons neus. Oh. Blad voor de kop. Kijk, we lopen nu ook gewoon veel luidruchtiger. Een beetje. Oh nee, nu komen we weer op dat punt. Als het weer gebeurt, hè? Ik loop. Oh, wacht. Wacht, wat is dit? Een sleutel! Hey. Papiertje. Met bloed. Waarom zit er zoveel bloed aan? Ja, waarschijnlijk had hij aardbeien en heeft hij die kapot gemaakt. Aardbeien? Ja, aardbeien. Het is aardbeien. Aardbeiensap. Sap? Oh, lekker. Ja, smaakt een beetje ijzerig. Je moet niet aan die scherm likken. Zullen we via de deur gaan? Of zullen we het donkere stukje inlopen? Oké, we lopen het donkere stukje in. Nee, heeft geen zin. Ik wist hoe dat je zou verplaatsen. We zijn zo goed in deze game. Oh, prachtig. We gingen direct al dood. Ja. Dit klinkt weer niet echt goed. Weet je? Nee, het lijkt net alsof iemand in mijn nek hijgt. Zo voelde het. Ze is ook wat groot samen. Zoals je dan in de sporten bent geweest en iemand zegt zo achter je zo met schors. Zo vol in je nek te hijgen. Dat doen wij nooit. Bij onze sportclub, ik weet niet wat jij allemaal doet. En een nieuw. I'm coming for you. Oh nee toch. Oké, schat. Doe jij als eerste, het eerste wat je doet als je in de lift stapt, je kijkt naar de deur van de lift of die wel dicht is. Oké. Okay. Dus je kijkt terug. En nu? What the fuck doe je nu? Niet terugkijken. We zullen toch wat moeten doen, weet je. Oké. We moeten gewoon niet naar de deur kijken, we moeten naar die knopjes kijken. What the fuck? Kut lift. Oké, we hebben te veel whisky op. Nee, wij niet. Deze keer was het te lift. Dit
eerste keer. Die lichtverandering ook gewoon. Met een feestje. Doef, 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 doef. Maar geniet nog een feestje. Wow. Helen? Helen. Oh, Charlie Bainham. Charlie Bainham.